Hey, moet ik kijken. Als ik in beeld kom, wil ik dat eerst weten. Welkom bij AD Insight. Ik ben op weg naar de redactie en dat voelt voor mij deze dagen toch een beetje alsof ik weer helemaal voor het eerst bij de krant werk. Ik ben namelijk net overgestapt van de binnenlandredactie naar de kerkredactie. Dus ik moet weer helemaal inkomen. Je gaat jezelf de simpelste vraag opeens stellen. Welke kleren doe ik aan bijvoorbeeld? Kijk, op de binnenlandredactie is een truitje natuurlijk prima, maar op de kerkredactie hoort er wel een overhemdje bij. Maar geen das natuurlijk, want dat lijkt op sollicitatie naar de hoofdredactie. Maar ook inhoudelijk is het best een overstap. Op de binnenlandredactie hoeft u nooit te zoeken naar het nieuws. Maar waar haal je nieuws eigenlijk vandaan op de kerkredactie? Andere redacties gebruiken vaak berichten van persbureaus, zoals het ANP. Maar er komt maar weinig kerkelijk nieuws vandaan. Ik zocht redacteur Maarten Stolk op en hij legde uit hoe de kerkredactie aan haar eigen nieuws komt. We maken veel gebruik van freelancers die op pad gaan in het land om verslag te doen van allerlei bijeenkomsten. We gaan zelf ook op pad, bijvoorbeeld interviews met predikanten. En we krijgen ook allerlei persberichten binnen op het gebied van de vervolgde kerk. En daar maken we dan zelf nieuwsberichten over. Maarten, wat mij ook vaak opvalt is het beroepingsnieuws. Dus een dominee die van een ene naar een andere gemeente gaat. Alleen vaak lees ik dat eerder op Twitter dan bij het AD. Hoe komt dat? Wij gaan ook, zeker ook voor snelheid, maar ook voor zorgvuldigheid. Dat is bij andere media niet altijd het geval. Dus als we twijfelen of een beroepingsbericht klopt, dan checken we dat eigenlijk altijd nog even bij de scriba. Ja, als je het in de krant leest, dan kun je er ook van uitgaan dat het klopt. Kerkelijk nieuws heeft dus een heel eigen dynamiek. Maar wat ik me nou afvraag is, wordt het ook een beetje gelezen? We hebben daar op de redactie iets heel moois voor. Je kunt hier dus live zien hoe goed je stukken gelezen worden en hoe lang mensen erover doen. Dat is leuk, soms een beetje ontmoedigend als mensen na 10 seconden klaar zijn met je stuk van 3000 woorden. Wat je daar niet ziet is het totale plaatje. Wat lezen mensen nou graag en wat slaan ze snel over? Wie dat wel weet is de webredactie, daar ga ik even langs. Ik ben hier bij Wim, dat is de man van het web. Wim, zoals je weet, ik ga van de binnenlandredactie naar de kerkredactie. En eigenlijk was ik benieuwd, wordt het nou nog een beetje gelezen? Kunnen jullie dat zien? Dat kunnen we zeker zien. We kunnen dat zelfs live zien op de website. Wij hebben hier allerlei tellertjes op de site. Dan kan je precies zien wat op dit moment goed gelezen wordt en door hoeveel mensen dat gelezen wordt. Wat wordt er dan zoal gelezen? Een live blog over de aanslag in Utrecht wordt ontzettend goed gelezen. Maar ook kerkelijk nieuws bijvoorbeeld wordt ook bij ons ontzettend goed gelezen, omdat je dat op andere sites veel minder vindt. Jij hebt misschien wel dagenlang geschreven over het verkeer, bijvoorbeeld psychologie in het verkeer. En wij zien dat die bijvoorbeeld maar 300 keer gelezen is. Terwijl een klein berichtje wat je schreef over een dominee die een beroep aannam, dat duizenden keren is gelezen. Ik heb eigenlijk wel zin gekregen in die overstap naar de kerkredactie. Want laten we eerlijk zijn, als je stukken zo goed gelezen worden, hoef je toch minder hard te werken dan op de binnenlandredactie. Toch, collega's? Dan kan je later even terugkomen, Geert, want ik heb me echt heel duur. Ja, alsjeblieft, ga weg! Vond je deze video leuk? Klik dan hieronder op abonneren om de volgende video's te zien of kijk een van de andere video's. Doen hè!